Vandaag start de nieuwe wintertentoonstelling in het museum aan het Vrijthof in Maastricht. De tentoonstelling heeft de naam Luma en draait volledig rond het thema licht. De tentoonstelling Luma in zijn algemeenheid gaat eigenlijk over licht. We hebben 5 hedendaagse kunstenaars voor deze tentoonstelling aan elkaar gekoppeld. En allemaal doen ze op verschillende manieren in hun kunst iets met licht. Dus op die manier brengen we het thema licht in verschillende disciplines samen. Een van de 5 kunstenaars is Jurgen Reichert, die lichtobjecten maakt van siliconen, textiel en pigment. Zijn objecten lijken te leven en worden lichtwezens genoemd. De kunstenaars gebruiken licht als communicatiemiddel. Door op verschillende manieren licht te verwerken in hun kunst, willen ze de kracht van licht duidelijk maken. De tentoonstelling kan nog bezocht worden tot en met 19 februari 2017.